Oh jo. Zajdi ta blue koule, jňua. Mayday Theater. No. Hey mensen, top dat jullie weer kijken. De vorige keer hebben jullie gezien dat we de motor uit onze tanker uitgehaald hebben. En deze keer gaan we die motor uit elkaar halen om te kijken hoe het hier aan toe is. Het ding heeft natuurlijk heel lang buiten gestaan. Dus ja, dat kan één grote bonk roes zijn van binnen. Ja, deze motor is een Norinco. En Norinco, dat is een Chinees merk en die bouwen dus tanks. Het is een V12 diesel, een 38,8 liter. Die heeft 580 pk. Ja, deze motor is echt een exacte kopie van de V54. En dat is een Russische motor. En die lag oorspronkelijk in de T-54 tanks. En deze motor die is afgeleid van een vliegtuigmotor. Dus die motor is ook voor een groot deel uit aluminium gebouwd. En er zit stalen cilinderbus in. Dus laten we er eens in gaan kijken en eens zien hoe het hier aan toe is. Maar voor we daarmee kunnen beginnen, hebben we eerst even een degelijke bok nodig om op te zetten. Het zal wel erg worden dan, want onderlijk ook een speel. Moet je eronder kijken? Daar worden wij blij van. Is dat olie? Dat is olie. Geen water en vissen. Dus in het karter heeft zo te zien geen water gezeten. Want anders was dat er wel als eerste uitgekomen nou. En ook bij het afkoppelen van de brandstofleiding. En er kwam ook nog een heleboel witte diesel uit. Dus kan wel eens meevallen die binnenkant van die motor. Zo. Tegen het water. Zo is het. Spuit er tenminste niet al die rotzooi meteen in het blok. Hey, een aangevreten spruitstukje. Zo, kijken. Nou, dat was geen eer meer aan te halen inderdaad. Dat ziet er meteen een stuk anders uit, hè? Zo, die is er ook eruit. Daar is hem. Oh. Kijk. Ja, hij is maar los hoor. Hij komt. Hij doet het. Ha. Hij doet het ook. Ja, ja. Oh, maar. Nee. Weer eentje. Weer een. Oh. Kijk eens aan, we krijgen een kier. Hey, wat betekent dat? Ja, dat betekent dat de zuigers los zijn, want heel de cilinderbank gaat omhoog. Dus ja, en de zuigers die gaan niet mee omhoog, die blijven beneden. Dus er zit nog leven in, denk ik. Maar nou moeten we zorgen dat alleen de kop loskomt, want eigenlijk willen we de cilinderbank nog even laten zitten natuurlijk. Ja. Gaan we verder. Dit is hem niet. Ja, die draadtijd is dus. Nou, daar zijn we wel even aan bezig, maar het lijkt erop dat de draadeindjes een beetje geoxideerd zitten en daarom wil hij er niet af. Maar nu moet hij! Hij is er bijna! Zo, nog één keer, jongens! Ja, ja, hij komt wel. Oh, ik heb het al gezien! Begin maar te huilen. Met een bonk roest.
Kom, ik wil ook door het kiertje kijken. Nee, jij mag niet kijken. Film open. Oh Jan. Daar zit een bloemkool in, jongen. Dat valt me wel mee, dat hoor. Is de zuiger gewoon, hè? Ja. Ja, joh. Deze cilinders zijn nieuw, hier man. Is die helemaal goed, hè? Heb je hier gewoon nieuw, daar. Nou, weer terugslaan. Zo hebben die Chinezen dat ooit ook gemonteerd, denk ik. Dat denk ik, ja. Hier. Oh, hij zakt gewoon terug, nou. Ja, dan moeten we hem af kunnen tillen. Kunnen tillen, toch? Gaat hij dan? Moet je ook maar verder omhoog. Je moet het zakken, kan. Ja. Niks, geen... Oh, geen roestje, hè? Hier zit er eentje. Ja, één pikje. Oh, en hier ook wel wat, hoor. Als deze naar beneden gaat. Wow, joh. Nee, zei die. Hé, maar deze gaat rond. Deze zit niet vast, hoor. Tja, van alle dingen, hè. Ja. Zo toch. Okay. Kijk hier. Goed uit. Ja, deze is het slechtste, kan je zien, hè, want deze kleppen, inlaatkleppen stonden open. Nou, hier word ik toch wel blij van, of niet? Zo, hey, kijken. Nou, dit hadden we niet durven hopen, toch eigenlijk? Tuurlijk wel. Ja, we hoopten het wel, maar eigenlijk als je een beetje helder nadenkt, zou je denken dat daar toch wel een boel roest in zou zitten, hè, als je zag hoeveel water er op die kleppen stond en zo. Hoe meer je er van afhaalt van die motor, hoe beter die eruit gaat zien. Dat is zo, hè? Zeker. Kijk, kijk, weer een dingetje. Oei, jij ziet er wel slecht uit. Oei. Jee. Oei. Wij dachten eigenlijk dat deze kant het slechtste was. Ja, want deze lag ook onder de motorkap. Ja, die lag eigenlijk een beetje bedekt, hè? Het lijkt er toch wel op dat daar meer water in is gegaan. Hers. Ah. Ja. Alweer leeg. WD-40! Ah. Ah, dit komt helemaal goed met die motor. He? We hadden gewoon een bad moeten hebben, dan kon het pompelen. Ja. Oh. Kijk, dit is hier lekker hoor. Nou, die koppen gaan er niet van harte af. Komt er die kleine rotdraadeindjes die hier zitten. Kijk. Maar ja, die zijn allemaal gaan roesten natuurlijk. En die zijn een beetje vastgegroeid in die gaten waar ze in zitten. Dus dat komt er niet echt van harte af. Hij is los. Ja? Ja, til hem gewoon in. Oei! Geen vissen. Nee, maar dit was eigenlijk zoals ik dacht dat heel de motor eruit zou zien. Blip, 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 blip. Zo had ik eigenlijk gedacht dat hij er helemaal uit zou zien. Lekker hoor. Deze is helemaal aangevreten. Dit is niet goed, zeg maar. De cilinders die zijn al niet best meer. Ja, en verder aan de buitenkant is ook alles eraf gerold. De leiding is dan allemaal weggerold. Zo ja, dit is... Ik denk dat het tijd is voor een nieuwe motor. Ik denk dat misschien heeft een van onze kijkers nog wel een motor over. Ja. Hier. Ja, ja, nou komt hij zo. Ja, zo je man. Ja! Komt hij al? Pas en zo. Rijpwerk is prima, daar is echt niks mis nee, mee. Nee. We hebben een paar cilinders die zijn ingerold. Die, ja, daar moeten we andere bussen voor hebben. Nou, de zuiger is nog eraf. Ja, kijk, en die zitten zeg maar zo. Die zitten van die glijlagertjes of glijnoppen. Die schuiven gewoon langs de cilinderwand. Die houden de zuigerpen op zijn plek. Dus als we die eruit hebben, dan zouden we eigenlijk gewoon eruit moeten kunnen drukken. Dus daar moeten we even een gereedschapje voor maken.
schitterende asbak, hè? Ha, de laatste. De laatste. De bom, denk ik. Oliefilter. Oh ja, dat kan ook. Ja, het mag duidelijk zijn dat deze motor economisch gezien totaal los is. Met alles wat eraan is, de kosten zijn veel hoger om dit te repareren dan gewoon een andere motor aan te schaffen en erin te leggen. Maar ja, voor de video is het misschien wel juist interessant om deze motor te repareren. Dus dat is nog even de afweging. Dus we moeten even kijken of we een beetje voordelig aan onderdelen kunnen komen. En dan moeten we even bekijken wat we gaan doen. Oké, dat dus. Nou, de motor ligt uit elkaar. We hebben schade kunnen bekijken. We hebben nog best wel wat werk te doen. Maar dat komt ook wel goed. En ja, Gijs hier, ja, zijn stage zit erop, dus heel erg bedankt, jongen. Ja, jij ook. Ja, ik heb nog wat gemaakt, hey. Dus bedankt je voor de stage. Oh, kijk eens aan, joh. Vet, Master Milo logo, die is voor in de bar. Bedankt, jongen. Graag gedaan. En jullie bedankt voor het kijken en tot de volgende.